Goedemorgen, of nou ja, eigenlijk goedemiddag. Ik ben echt vet laat wakker geworden vandaag. Wij zijn inmiddels in Amsterdam. En ik ben met Esmee. We zijn allebei weer heel erg blond, zie ik. Ja, ik ben echt in de auto heel lang mijn haren gedaan. Ik heb weer voor het eerst clip extensions in na heel lange tijd. Dat duurde echt zo fucking lang. Want ik moest echt al die haren uit elkaar halen. In ieder geval, wij gaan naar de Bijenkorf in Amsterdam. Want ik moet nog een cadeautje halen voor Nessie. En Esmee heeft een shoppingbui. Dus we dachten, we gaan gewoon lekker naar Amsterdam. Morgen is het Pasen, volgens mij is het echt fucking druk. Wow, joh, deze mensen maken mijn hoofd echt moe. Ik word helemaal lampen. Maar we hebben gezien dat er ook sale is bij de Bijenkorf. Dus we gaan daar gewoon even los vandaag. Wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, gisteren heb ik Honey trouwens opgemaakt, want ze ging uit. En ik laat jullie daar nog wel beelden van zien. Ik heb het opgenomen voor jullie, misschien dat jullie het leuk vinden. Alleen ik begon met opmaken toen het nog daglicht was. En toen ik klaar was, was het alweer echt donker. Dus jammer dat jullie niet echt het resultaat hebben gezien. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag. We hebben net lekker gegeten. Ik heb het helaas niet gevlogd, maar ik heb wel een foto ervan gemaakt. Ik ga het even laten zien. Zoals ik al zei, ben ik weer een beetje gezonder aan het eten. Ik heb pintjes gegeten, worteltjes, paprika. Oh. Met een salade met borrel en kip. Dit was mijn eten. In ieder geval, ik heb net gedoucht. Ik heb net even mijn haren gedaan. Ik moet eigenlijk mijn make-up nog doen, maar ik heb er geen zin in. Dus ik laat het gewoon zo. Ik heb een beetje lipliner gedaan. En oogpotlood had ik nog van gisteren. Ik ga zo naar Honey. En ik ga haar even opmaken, want zij gaat vanavond uit. En zij vindt het altijd leuk als ik haar opmaak. Ik ben geen make-up artiest of zo, maar ja, ik vind het gewoon leuk om haar op te maken. Dus ik pak even mijn spulletjes in. En dan ga ik naar Honey rijden om haar op te maken. Okay guys, this is just the before van Honey. Oh, ik had volgens mij al verteld dat ik was gestopt met koemelk drinken. En ik had net bij de Starbucks gewoon cappuccino gehaald met amandelmelk. En het was echt lekker. Zonder suiker ook nog. Het was echt lekker. Heb je kokosmelk al geprobeerd? Gewoon, nee, heb je ook? Maar die is denk ik een beetje overheersend, die smaak, toch? Het ligt aan hoe je... Ik vind hem in koffie wel oké. Ja. Maar ik vind hem niet lekker, zeg maar, om gewoon te drinken. Maar je krijgt toch echt een kokossmaak dan in je koffie? Of niet? Het is een beetje hetzelfde. Vind jij nu dat je echt een amandelsmaak in je koffie hebt? We zijn inmiddels echt een uur onderweg. Het is echt super druk. Oh, echt druk, man. 1 uur verder, we zijn nog steeds niet aangekomen. Het duurt echt lang. Kijk waar we zijn. We zijn er wel bijna. Nog even een straatje verder. Wij zijn eindelijk aangekomen. We rijden nu de parkeergarage in mijn Bijenkorf. Hoe lang heeft het geduurd? Ik denk 1,5 uur of zo. Nou, volgens mij was de weg van hier, van zeg maar van Amsterdam inkomen nog langer dan überhaupt in Amsterdam. Ja, want in Amsterdam zelf is echt fucking druk. Stad moet je nou niet echt zijn. Nou, gelukkig gaan we alleen naar de Bijenkorf en daarna gaan we even wat eten. Ik hoop echt dat ik een cadeautje ga vinden voor Nessie. Maar ik weet al wat ik ga halen. Hij weet volgens mij ook al wat ik wil halen. Echt? Dat is al zo kut, ja. Want hij vraagt er al eeuwen naar. Maar hij weet nog niet wat precies. Hij weet wel gewoon welk merk en wat het is, zeg maar. Maar ja, ik laat je het straks wel gewoon zien. Ik ben geslaagd voor Nessie, jongens. Ik heb echt een super leuk cadeautje. Hij gaat hier echt blij mee zijn. En wij zitten nu in de rij bij Louis Vuitton. We moeten hier echt kapot lang wachten, dus we hebben lekker cappuccino gekregen. Super lekker, ziet er echt cute uit, eerlijk. Yeah. En wij zitten naar sieraden te kijken, want Esmee wil deze oorbellen. Nee, niet op mijn nagel trouwens. Of deze oorbellen. En ik wil een armbandje halen, maar dan gaan we zo even verder kijken. Okay, wij zijn net klaar bij de Bijenkorf. We zijn totaal niet geslaagd, alleen voor Nessie. Wij wilden heel graag sieraden kopen van Louis Vuitton. We hadden een paar dingen in onze gedachten. Maar het is niet echt gelukt. Ten eerste... Het is echt niet gelukt. Nee. Het is niet echt gelukt. Kijk, Esmee draagt alleen maar zilver. Ze hadden niks meer op voorraad in zilver. Mijn maat ring hadden ze niet meer. Armband zag er bij mij niet zo heel mooi uit. Ja, wat nog meer eigenlijk. Wat ze in zilver hadden was gewoon echt niet leuk. Het is gewoon helemaal mislukt, onze trip. Jammer. Maar ik heb wel een cadeautje van Esmee. Daar ben ik wel echt heel blij mee. Ik ben nu even in een restaurant aan het bellen. Oh, ik zal opnemen. Loetje gaat opnemen. Oh, echt? Ja. Want we willen nu even eten, want we hebben echt toch echt niet trek. Tyfus, vielen in de pot.
fucking file. Ja, oh, we hebben altijd file in een parkeergarage. Oké. Inmiddels zijn we onderweg. We zijn Amsterdam uitgereden, want we konden nergens terecht en alles zat vol. Dus namelijk zaterdag. En Wat dan? Licht, hè? Nee, maar ik zag niet dat je ineens al voor bij mij niet zag. Ik keek me heel mooi. Maar ik keek dus zo. Ik ben heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. In ieder geval. Ik het weer. Wij zijn dus onderweg naar huis eigenlijk. En toen zagen we het Fletcher Hotel. En Esme heeft daar één keer gegeten. Zei dat daar best wel lekker eten is. Dus we gaan daar gewoon nu heen rijden. En het is nu nog 8 minuutjes rijden. Ik hoop dat ze daar nog plek hebben voor ons. Want we hebben het Loetje gebeld. Alle vestigingen in Amsterdam. Alles zat vol. We hebben zelfs Meram gebeld. Alles zat vol. We hebben nog meer gebeld. Nou, wij wouden eigenlijk eerst, we hadden ook weten, hoe heet het ook weer? Pokeball. Wouden we eten. Ja. Maar ging om 8 uur sluiten. Ja, dus daar konden we ook niet. Het is al 8:30 bijna. Het is inmiddels 8:30 inderdaad. En we hebben nog niks gegeten. Dus ja, nog 7 minuten, dan zijn we bij Fletcher Hotel en dan gaan we kijken. En je staat die keuken gaat dicht of zo? Nee, natuurlijk niet. Doe normaal, man, doe normaal. En je hebt daar een mooi uitzicht. Oké. Rechts. Toch? Ja, rechts. Het is heel donker. Het is wel eng eerlijk. Als we hier een auto pech hebben, dan zijn we echt. Doe nou heel even normaal, want de rij is bijna leeg. Oké, wacht, je kan hem hier zetten als je dat wil, denk ik. Dan zal ik voorzichtig rijden. Oh, ze zijn wel echt heel mooi. Oké, heel mooi. Ja. Heel mooi! Nee, En nu? Even kijken of het. Richting Haarlem. Ja, weet je wat het is? We moeten keren eigenlijk. Oké. Het zit aan de andere kant. Oké. Heftig, man. Oké, dit is heel. Ik dacht dat 2 richtingen keer was. Eigenlijk was gewoon die andere baan rijden. Ja. Richting. Oké, wacht, hier moeten we eraf. Ja. Wij zijn aangekomen, ziet er echt vet mooi uit hier. En dit is ons uitzicht. Het regent, man, anders had je echt niet. Ja, dit is het uitzicht. Je ziet het niet zo goed hoor op de camera. Maar Esmee zegt dat dit een gevangenis is. Of dat denkt ze. Het ziet er wel zo uit. Ik denk het, maar ik weet het niet. Zie je wel echt heel hoog hoor. We zitten hier op de 18e etage. Ja, we weten het. Ik heb een sticker daar. En wat heb jij eens mee? Ik heb kalfsrib ei met wisselof. Oh, echt lekker, maar die van mij ziet er ook echt lekker uit. Ja, man. Met frietjes, eet smakelijk. Ik heb nu een munthee besteld. Super lekker, die had ik al zo lang zin in, hè? Het is altijd zo leeg, hè? Ja, jammer. Jongen, niet goed voor de haar. Nee. Voor ons haar maakt niet uit. Kastig. Kijk dan jongens, het is toch echt heel cute. Echt cute, zo'n bonbonnetje. Guys, Nessim is nu thuis. Het is gewoon 5 uur 's nachts. En ik kan niet wachten om zijn cadeautje uit te pakken. Besef, hij is pas over een maand jarig. Oh. Voordat ik ga openen, wil ik even jou bedanken. Voor deze cadeau. Vind ik heel lief van jou. Nessim heeft echt nooit geduld. Dit is zijn tweede verjaardagscadeautje. Heeft ze allebei al geopend. Wat was mijn eerste reis gehad? Van die Friends. Friends DVD-box. Spannend hoor. Oh, Gucci lief. Oh ja, dat is mijn eerste Gucci lief. Vond ik heel leuk. Vind ik wel lekker passen. Ja. En vind je deze ook echt mooi? Ik vind hem mooi. Zeg holla. Holla, ik vind hem echt mooi. Spannend. Ik hoop alleen wel dat het jouw maat is. Spannend dan weer. Mijn first Gucci belt. Was dat jouw buik? Dat was mijn buik, man, booty. Wacht hoor. Deze moet zo. Sorry, zullen we het voor jou vloggen? Zo, dit is zijn ring, jongens. Mooi? Ja, ik vind hem wel mooi. Ik hoop dat jij hem mooi vindt. Ja, ook mooi. Ja? Wou je deze hebben of een andere, eerlijk? Deze mooi, holla. Echt? Ja, ik ken hier niet heel veel collectie van Gucci. Ik vind het echt mooi. Kijk, zo ziet het er niet meer uit. Goedemorgen, het is vandaag zondag en het is Pasen. Ik zou graag naar de kerk gaan, maar ik heb gewoon de dienst gemist.
Het is wel een beetje verrot, maar ik heb me net even snel omgekleed. Ik heb trouwens een Flonty Stax truitje aan. I love it. En ik ga zo lekker even brunchen met Esme voor Pasen. Paasbrunch. Daar heb ik zin in. In ieder geval, ik ga deze vlog alvast afsluiten. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doei doei.